Zondag bij Peter R. de Vries praat Joran opnieuw zijn mond voorbij. Hij zei van ja, nou, misschien lig je wel met iemand op het strand die je een lijk zou kunnen wegwerken. Als vrij man denkt hij dat niemand hem iets kan maken. Is er even een ongoing investigation? Peter laat het er niet bij zitten en komt opnieuw zelf in actie. Jullie hebben eerste ontmoeting gehad, toch? Vandaag of niet? 3 uur geleden hebben wij de eerste ontmoeting gehad met Joran. Een ontluisterende verborgen camera-actie. Kijk naar het schokkende vervolg op de uitzending die 7 miljoen Nederlanders in zijn greep hield. Peter R. de Vries misdaadverslaggever. Zondag om 9:30. Alleen op 6:00.